vraag aan jou. Stel, ik heb mezelf aangemeld als, of geregistreerd bij SENA als producent. En ik heb SENA mijn wereldwijde mandaat gegeven, waarmee ik dus eigenlijk zeg, jullie mogen wereldwijd voor mij claimen. Waarom moet ik dan toch apart nog de rechter per titel per land invoeren? Dat is juist om de uitzonderingen ook duidelijk te kunnen maken dat jij wereldwijd overal wilt claimen, maar dat daar ook uitzonderingen voor kunnen zijn dat je in België 50% de rechten hebt, maar in Duitsland weer 80% en ga zo maar door. Daar komen heel veel uitzonderingen in voor bij het claimen. En op die manier kunnen wij verschillende rechten, dus verschillende percentages gebruiken, maar ook verschillende start- en einddata per land doorgeven. Super. Nou, ik denk dat je hiermee ook gedeeltelijk de vraag van Franklin van Lint beantwoord hebt. Die vroeg namelijk, wat zou een reden zijn om niet 100% te claimen in een ander land? Nou, dat zou inderdaad kunnen zijn omdat je bijvoorbeeld een split deal hebt. Dus 50-50, hè, dat de ene producent 50% van de rechten beheert en de andere producent 50% van de rechten, excuus. Maar ook omdat je bijvoorbeeld niet de wereldwijde rechten hebt. Dus dat je het bijvoorbeeld alleen in de Benelux hebt, om zomaar iets te noemen. Dus die vraag hebben we eigenlijk meteen beantwoord daarmee. Ja, ik kan daar nog wel aan toevoegen dat als de claim wel geclaimd wordt voor 100%, maar de rechten niet voor zijn. Dat als een claim voor meer dan 100% geclaimd wordt, dan wordt helaas ook niemand uitbetaald. Dus dat is dan het ontstaan van een dubbel claim, waar we straks ook nog wel aandacht aan besteden. Ja. Dat is een goeie. Ja, we kunnen natuurlijk maximaal 100% uitbetalen. Dus als er 200% geclaimd wordt of 150%, dan hebben we een probleem. Want dan wordt er meer geclaimd dan we door kunnen betalen. Maar